zijn we hard bezig te werken om de problemen van de lage drukken tot het verleden te laten behoren. We hebben ongeveer vorig jaar, bijna eind vorig jaar, hebben we de persconferentie gehouden en een beeld gegeven waar we als organisatie staan en wat mogelijk de oplossingen zullen zijn. Afgelopen periode, ik denk 2 tot 3 weken terug, moesten we heel dringend bronnen onderhouden op William Kraanplein. En dat heeft behoorlijke druk gelegd op de watervoorziening in Paramaribo. Dus je gaat merken dat bepaalde delen van Paramaribo momenteel, het gaat nu richting de positieve kant, maar eerder, de afgelopen 2 weken hebben de mensen behoorlijke problemen gehad. Dat praat over in de Anton Drachtenweg tot Leonsberg, de omgeving, de buurten als Latour, Beekhuizen, Zorgenhoek, Johannes Moengrasstraat en omgeving, een groot deel van Kwataweg. En dat komt doordat we bezig waren met onderhoudswerkzaamheden op het productiestation te William Kraanplein, waar die watertoren is. En natuurlijk zijn die werkzaamheden afgerond afgelopen donderdag, maar vanmorgen hadden we te kampen met een probleem en dat heeft meer druk gelegd op onze voorziening of distributie, dat onze rioolwaterleiding op Wiekaplein lek is en dat komt door materiaalmoeheid. We hebben heel snel kunnen handelen om binnen 2 uurtjes dat probleem tijdelijk te verhelpen. En dan menen we dat we met die tijdelijke oplossing dan in na de droge tijd dat probleem compleet zullen aanpakken. Omdat als we nu in deze droge tijd daar die operatie doen om daar die buizen te vervangen, gaan we een heel groot probleem hebben omdat dat station gewoon compleet voor zeker 24 uur of langer uit bedrijf gaat moeten zijn. We praten over een productie van zeker bijkans 500 kub per uur en dan weet je wat voor impact dat gaat hebben op onze voorziening. En natuurlijk horen we die klachten vanuit de gemeenschap en dat zaken ze niet zijn eigen leven gaat leiden hebben gemeen dat we die informatie met u willen delen. We hebben ook nog andere gebieden die aangepakt moeten worden. Dan praten we over Charlesburg, dat is een oud bekend gebied van lage drukken. Daar hebben we ook gepland om heel binnenkort, dat praten we over tussen nu en 3 maanden, dat we al verbetering zullen zien daar. Dat die pompen, we hebben al een paar pompen die we in de komende week of komende 2-3 weken zullen installeren om de voorzieningen te verbeteren. Gistermiddag was ik in het Altona-Friedenburg gebied waar de mensen klagen van lage drukken. En daar hebben we gemeend om tussen, zeg maar, in 6 weken een boosterstation neer te zetten om die mensen daar te voorzien van drinkwater. En dat praten we over Friedenburg CDB. Dat gebied maken we tot een gesloten DMA en dat staat voor District Metro Area. Dat zij dan van voldoende drinkwater zullen voorzien. En doordat we die booster gaan bouwen en dat water niet verder gaat dan het boosterstation van de andere kant, gaat dat ook een behoorlijke impact hebben op de voorzieningen in de omgeving. Verder zijn we dan ook bezig als organisatie. Dat is komende woensdag al, krijgen we dan de aansluitmaterialen over de achterstanden die we hebben qua aansluiting en dat we die in de komende 3 maanden zullen inlopen. En precies zo zijn er een aantal dingen die wij als organisatie aanpakken. Verder moet ik aangeven dat we ook bezig zijn en dat starten we heel binnenkort om extra bronnen te boren. Dat praten we over Republiek, want daar in District Paren hebben we ook te kampen met een tekort aan drinkwater en we hebben de materialen voor de boringen al aangeschaft. Die moeten
deze week ingeklaard worden in die boormachine van ons, die waarmee we die werkzaamheden gaan uitvoeren. Het is ook reeds opgeknapt. We zijn nu bezig met die tweede, de grootste boormachine die we dieper kan boren, maar die gaat zeker nog 2-3 maanden duren voordat die operationeel is. En ik zou van deze plaats zeggen dat de gemeenschap nog even geduld voor ons moet opbrengen. Het komt goed. Dit jaar zelf zullen ze een verandering merken in onze voorziening. En op Vahatteweg hebben we gemeend in afwachting op die permanente oplossing dat ongeveer na 12 maanden komt, dat we een noodstroomgenerator daar gaan plaatsen, zodat de aankondiging die we hebben gehoord van IBS, die loadshedding, dat het niet zoveel impact heeft op ons als organisatie, dat de drinkwatervoorziening verder wordt verstoord. Ik denk dat ik hiermee zal volstaan. Ik weet niet als die andere heren en dame nog iets heeft om aan te vullen. En daar... Ja. Oké. Okay. Ja. Er zijn natuurlijk ook projecten die wij zojuist gaan uitvoeren ter verbetering van de watervoorziening. Het is meteen goed dat ze er wat in gezond van die projecten. Ja. Dus er zijn projecten die nu gaande zijn. Een van die projecten is dat IDB-project. Dat is meer bedoeld om de productiestation, onze productiestation op Helena Christina, en de productie te verhogen met bijkans 300 kub per uur. Maar dat project loopt tot 2028 en we zijn al heel hard bezig. En ik denk begin volgend jaar al dat we dan de fysieke werkzaamheden zullen starten op het productiestation. En hier en daar is er ook een team bezig die non-revenue water moet aanpakken. En dat staat voor lekverliezen of onnauwkeurige registratie die we hebben in het net. Dat die worden aangepakt, onbemeterde aansluitingen. En in de komende week wordt de openbare aanbesteding en officieel afgesloten, denk ik. En dan moet er zeker een 10.000 watermeters komen. En ook metergelegenheden, dat in de gebieden waar we gaan werken, dat we direct de metergelegenheden vervangen. En ook onleesbare watermeters vervangen en onbemeterde aansluitingen bemeteren. We zijn intern ook bezig te werken aan een strategisch plan, omdat het Water Supply Masterplan 2011-2024 aan zijn einde komt, waardoor we als organisatie met de nieuwe ontwikkelingen die er zijn gemeend om een strategisch plan op te stellen. Het is nu al een concept en we denken ergens in oktober dat er een officiële komt, waarbij ook een publieke versie gepubliceerd gaat worden voor de gemeenschap, zodat ze weten waar de organisatie SWM naartoe gaat. En dan praten we over een traject van ongeveer 10 jaar, 2025 tot 2035. En dat zijn de zaken die we als organisatie mee bezig zijn. Ik ga mevrouw Ashwini en mij vragen om ons even te brieven ten aanzien van de andere projecten die nu en aan de startblokken zijn. Goedenavond van mijn zijde. Zoals de directeur heeft gevraagd, zal ik even brieven over enkele internationale projecten. Projecten gefinancierd door internationale donoren, waar ook de SWM de gelegenheid kreeg om wat verbetering te treffen in de drinkwatervoorziening. De eerste gaat over AFD, dat is het Franse Ontwikkelingsagentschap, waarbij er een lening is van 12,5 miljoen euro.
De samenwerking met AFD was een poosje stopgezet. Dat was in 2020, na de verkiezingen. En is in 2023 weer geactiveerd. Nadat de discussies en gesprekken zijn geweest met de Paris Club. Dat was dan een sein voor de SWM om weer dat project op te starten. En voor de opstart is het dat je dan weer moet kijken naar je project scope. Wat houdt het project allemaal in? Is het nog valide? De hoeveelheid middelen, dat was aanzienlijk minder, want wij hadden gehoopt op meer. Dus het project zal inhouden het rehabiliteren van het bestaande station van Hattemweg. En het opzetten van een productiestation op Mungo. En de nodige distributievoorzieningen die nodig zijn om de drinkwatervoorziening in Mungo en omstreken te garanderen. Momenteel zijn we dus bezig met een consultant die al eerder op het project was, zijn contract te verlengen. Verwachtbaar is dat in oktober het contract verlengd al in orde zal zijn. En daarmee dan de werkzaamheden voor aantrekken van een contractor voor uitvoeren van de werken gestart kan worden. Dat is het AFD-project. Er is ook in voorbereiding een samenwerking met de Caribbean Development Bank. In 2023 is een feasibility studie, dat was uitgevoerd in de samenwerking met de Caribbean Development Bank, afgerond. Feasibility studie ging voornamelijk om de drinkwatervoorziening van district Nikeri en aanpak van drinkwatervoorziening van Paramaribo, Wanica en Para. Voor drinkwatervoorziening Nikeri betekent het dat er een nieuw bronnenveld ontwikkeld moet worden. En feasibility studie heeft geadviseerd het project in twee fasen op te delen. De eerste fase is een voorbereiding en ontwikkelingsfase. En de tweede fase houdt in de uitvoering van alle werken die gepaard zullen gaan met een nieuw station opzetten, een nieuw gebouw ook opzetten voor ons laboratorium. Dus in de eerste fase zal er ook een nieuwe boormachine gekocht worden voor de SWM, waarmee er dan een bronnenveld ontwikkeld zal worden in Nikeri voor het opzetten van een nieuw productiestation omgeving Prins Bernhard Polder. Nikeri heeft met name te maken met het probleem dat er versilting plaatsvindt van onze grondwaterbronnen. En heeft de studie geadviseerd een productiestation meer zuidelijker waarts op te zetten. Momenteel liggen de stations richting Nieuw-Nikeri dicht bij de rivier de Zee. Dus dan wordt het nu zuidelijker waarts opgezet, zal het zuidelijker waarts opgezet worden. En dan moet er dan ook een behoorlijke transportnetwerk komen om de urbane gebieden in Nikeri dan ook te kunnen voorzien van drinkwater. Er zal ook een voorbereiding gedaan worden voor het ontwerp van een nieuw laboratorium. Ik denk dat de directeur vergeten is om aan te geven dat binnen het IDB-project momenteel ons laboratorium een fase van accreditatie wordt opgezet. Dus dat is een, dacht ik, 3-jarig traject dat ons laboratorium over zal gaan tot accreditatie. En daarmee nemen we dan direct ook in planning dat een nieuw gebouw voor ons laboratorium ook nodig is. Daar zal met de CDB-middelen dan ook de nodige voorbereiding worden gedaan. En in fase 2 dan ook het gebouw gebouwd worden. Tot slot wil ik het hebben over een samenwerking die er is met een van de Nederlandse partnerbedrijven. Dat is Wereldwaternet. Met Wereldwaternet is meer een capaciteitsprogramma gestart. Waarbij gekeken wordt naar capaciteitsversterking binnen de SWM. Het ontwikkelen van een leveringsplan voor garanderen van de drinkwatervoorziening voor de komende 5 jaar. Dat is een van de projectplannen. De projectplannen zijn recent ontwikkeld, dus de uitvoering zal per september starten dat het plan wordt ontwikkeld. Verder is ook opgenomen om te kijken naar een stappenplan om tot asset management over te gaan binnen de SWM. Als ook een risicobeheersmanagementplan op te zetten voor de SWM, voor alle risico's die er ook gepaard gaan in waterbeheersector. Dus dat zijn ook projecten die in de samenwerking met het Nederlandse waterbedrijf Wereldwaternet uitgevoerd zullen worden. Dat zijn het een beetje in een nutshell de grotere projecten. Er zijn er veel meer, maar dat zijn wat kleiner. Maar het geeft een beetje beeld wat allemaal ook nog in voorbereiding is. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Neemeyer.
directeur, misschien tot slot kunt u dat even aangeven. Ja, ja. Ik vergat even wat beelden te wijzen aan de mensen van die lekkage die we hadden, die eigenlijk tijdelijk is opgelost, is niet een definitieve oplossing. Maar ik probeer even te wijzen. Daar ziet u. U ziet hoe het spuit. Het gaat om een watertransportleiding naar het productiestation William Kraanplein. Dit is vanmorgen gebeurd. Pardon? Kunt u aangeven dat ze zijn? Ja, ze zijn bezig. Die buis vrij te maken, want het gaat uit een behoorlijk groot buis, ik denk. Hoeveel duim is het? 16? 14 duim buis. En daar zijn ze bezig het, daar die omgeving schoon te maken om dan zo die te kijken hoe groot die lek is, want u ziet dat hij spuit, maar het is veel groter dan dat zelf. En als we, dit is het, het gaat om een hele oude gietijzeren leiding. En als we nu hier moeten werken, dan denk ik dat het ons langer dan 24 uur gaat kosten. En dat betekent dat het bedrijf, of zeg maar het productiestation, voor langer dan 24 uur compleet uit bedrijf gaat zijn. Dat betekent dat de hele omgeving Paramaribo, daar praten we over vanaf Latour tot en met het noorden zonder water gaat komen te zitten. En dit is een, pardon? Is het bekend waar het moet komen? Materiaalmoeheid. Want deze leidingen zitten al langer dan vanaf het station bestaat, liggen deze buizen al daar in de grond. We hebben een deel vervangen, dat is die leiding aan de Quarantainstraat, maar dat was zeker een 7 jaar. Nee, het is nu al 10 jaar terug dat we die hebben vervangen. Het is een asbestcementbuis. Bijvoorbeeld Charlesburg, waar we nu de lage druk klachten hebben, daar kunnen we niet spuien, omdat al die straten daar hebben asbestcementbuizen. We praten over de Rijnenweg, Amsoe, al die straten daar hebben asbestcementbuizen. Dus als je nu daar moet gaan onderhouden, moet je de materiaal ervoor hebben om die leidingen direct te vervangen, omdat je ze niet kan onderhouden. Anders gaan die leidingen scheuren en dan hebben we een groter probleem. Maar dat wordt binnenkort opgelost, ik denk het 3 maanden na nu. Denk ik dat u dan gaat zien dat we bezig gaan zijn met het vervangen van leidingen daar in de omgeving. En behalve dat probleem op de verschillende stations ook wordt aangepakt, waardoor die drukken ook gaan beginnen te steken op de verschillende gebieden. Ik wilde u vragen aanvullen te geven. Enkele jaren terug hadden we wel problemen met de watervoorziening, maar nooit zo erg als nu. Dat de behoefte eigenlijk aan water is niet alleen. Ja, ja. En u had gisteren aan dat ik van de watervraag heb gezien. Nou, wat er is dat eigenlijk wat de demand is nu, 2024, is dat we ongeveer 11.000 kub per uur moeten gaan produceren. Maar we produceren nu als organisatie nog geen 6.000 kub per uur. Vergeleken met zeker een 10 jaar terug had SOM ongeveer nog geen 100.000 aansluitingen. En we zitten nu dicht bij de 150.000 aansluitingen met dezelfde capaciteit. Maar er worden bronnen bijgeboord. Niet lang meer van nu worden er bronnen bijgeboord. Op Hinaar zijn er 2 bronnen bijgeboord. Hinaar, Paradijs 1. En met dat extra water proberen we nu diverse gebieden in het westen te voorzien. 3 weken terug hebben we start zijn gegeven aan de Rangoerijsweg, dat we die mensen van drinkwater gaan voorzien. In het weekend hebben we
heb ik de stadsein gegeven aan de Larico-weg. En precies zo gaan we al die gebieden na die nog niet zijn voorzien van drinkwater. Ook in het weekend hebben we Post Utrecht, dat is de overkant van Wageningen, voorzien van drinkwater. We zijn nu in het traject waarbij de mensen worden geregistreerd. En dan worden ze allemaal bemeten. Ik denk ergens eind of begin oktober starten we met een deal van Komowene om daar te voorzien van drinkwater. Dan kijken we dan richting Olianekriek. De materialen voor Alkmaar die moeten we nog krijgen, dat is in het proces. Het administratief gedeelte wordt nog afgerond door financiën, alvorens die middelen worden vrijgemaakt. Dus dat is de status. Dankjewel, directeur. Yes. Als ik geen aanvullingen meer zeg, dan wil ik aan deze kant dan afsluiten. En, ja. En dan kun je de berekening geven. Of zeggen ze nog wel tevreden. Wil je snel weg gaan? Dat is de vraag als eerste. We gaan die over naar de vragen. U geeft aan dat u vragen wilt stellen. Vraag u ook aan te geven van welke u wilt gaan. Goedenavond, Fanny Fris, de Wagentijd. Ja. Directeur, u zei daarnet, Charlesburg kan er, kunnen jullie dus niet spuien vanwege de asbestbuizen en die gaat dus leidingen daar vervangen. Ja. Is dat een structurele oplossing? En de tweede vraag, in hoeverre of hoe staat het met de investeringen? Heeft de SWM zeg maar de benodigde middelen van de overheid ontvangen om die investeringen die jullie dringend moet opwegen om die te doen? Nou, sowieso het vervangen van die asbestcementleidingen, dat een structurele oplossing is. Als we die vervangen, weten we dat die mensen in die omgeving geen last meer gaan hebben van lage druk, omdat je met die nieuwe leidingen minder weerstand hebt in die leidingen en dat de mensen dan van voldoende water zal worden voorzien. Ten aanzien van de middelen vanuit de overheid, we weten dat we ongeveer, het is een jaar terug, dat er een missieve is goedgekeurd. We praten over een missieve van 11 augustus 2023, waarbij er een 7 miljoen, men heeft aangegeven dat SWM een 7 miljoen US dollar zou krijgen om vervanging investeringen te plegen. Dat geld hebben we nog niet ontvangen, althans is dat geld nog niet betaald. Ons werk als organisatie hebben we gedaan qua het doen van de openbare aanbestedingen, de nodige zaken die financiën gezegd heeft dat we in orde moesten maken, zoals een projectproposal maken, een contract tekenen met de leverancier, dat alles is al gedaan. Dus het ligt nu aan financiën om die middelen vrij te maken, zodat die bedrijven die middelen kunnen leveren voor ons als organisatie om verder te gaan. Maar natuurlijk blijven we niet wachten op de overheid. Zoals je hebt gehoord, heb ik gesproken over Vredenburg Serie B. We hebben lokale ondernemers bereid gevonden die een bijdrage willen leveren. En met die proberen we nu enkele van die problemen op te lossen. Omdat het wachten op de overheid, het lijkt op een eindeloze iets. Maar natuurlijk weet ik, het komt goed. Ik kan niet zien in de overheidse portemonnee. Zij hebben het ook moeilijk. Dus we weten dat ze harddoende bezig zijn om die middelen vrij te maken. De verlengde van wat u heeft gevraagd voor de middelen Komowene. Hebben we reeds de totale begroting en al gestuurd voor de aandeelhouder met alles, alle andere zaken die ze hebben gevraagd om Komowene te voorzien van drinkwater, inclusief Rechteroever. En het wachten is nog op hun. De gebieden zoals Suralkoweg en nog een paar andere plaatsen in Para, die moeten ook voorzien worden van drinkwater. Die begrotingen al liggen ook bij de overheid. En natuurlijk weten we dat ze harddoende bezig zijn. En ik geloof dat, ik kan geen tijd koppelen daaraan, maar ik weet wel dat die middelen dan in vrijkomen, zodat we die gebieden kunnen voorzien. Vanuit SOM zelf zijn we bezig om dit jaar zelf nog te starten om een transportleiding aan te leggen vanuit Boskamp richting Jenny. En dat is een permanente oplossing voor de mensen van
papa namen, dat ze nu voor eenmaal 24 uur voorzien gaan worden van drinkwater, omdat er momenteel vanuit NH er watertrucks worden ingehuurd om die mensen te voorzien dat water wordt getransporteerd vanuit Tiger Creek naar Jenny en van daaruit wordt het verder gedistribueerd naar de mensen. Maar het probleem, zeg maar, denk begin volgend jaar moet het dan compleet zijn opgelost. Ja. Ja, ik ben Gloria Watson van Travasdin. Een vraag, u heeft het over achterstallig onderhoud gehad. Ja. En aan welke tijdsbestek moet ik denken? U heeft het over asbest gehad. Hebben wij die deskundigheid in huis om dat aan te kunnen? En ook heeft u gezegd dat er die druk laag is, hoe lang zal dat duren? En die mevrouw naast u heeft het gehad over Caribbean Bank. Is dat weer een lening die wij gaan aannemen of afsluiten? En hoe gaan we dat betalen? Mensen zeggen van ja, de prijzen gaan omhoog, maar we zien het niet terug. Kunt u daar ook iets over zeggen of mag dat niet? Ja. Laten we beginnen bij het laatste. U zei de prijzen gaan omhoog. Eén ding dat niet voor verwarring moet zorgen, is dat toen we de kostprijs hebben berekend, of laat me het zo beginnen. In 2020, toen de koers omhoog ging, had je twee problemen waarmee we te kampen hadden. Eén, de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, die ervoor heeft gezorgd dat als je een product vanuit het buitenland haalt, die misschien 1 US dollar kost, dat het je zeker 5 keer duurder kost. En voor datzelfde product, waarvoor je lokaal een 7 SRD 80 cent moest betalen, moet je nu neertellen, zeker 28. En met dat verschil van buitenland is het zeker 5 keren duurder geworden. Dat heeft een behoorlijke impact gehad op de organisatie, omdat zeker 80% of meer dan 80% van de zaken die je nodig hebt om je operatie te draaien, met uitzondering van de personeelkosten, die misschien ook indirect gekoppeld is aan een vreemde valutacomponent, is alles gekoppeld aan een vreemde valutacomponent. En een van de zaken waarmee we te kampen hebben, is we calculeren, we berekenen de kostprijs. Het eerste wat we hadden berekend, was op basis van een koers van 1 op 14,29. En dat was dan de kostprijs 18 SRD 47 cent. En vanuit de aandeelhouder is ons gezegd dat we die gefaseerd moesten uitvoeren om op die eindtarief te komen. En dat zou lopen tot eind 2024. Maar natuurlijk is die koers verder gaan stijgen, zeg maar boven 30, waardoor we weer moesten praten met de aandeelhouder en een kostprijs berekend van 41 SRD 81 cent. En dat die moesten we ook nog gefaseerd doorvoeren. En dat verschil aan de andere kant krijg je niet. Waardoor wij als SOM samen met de totale directie moesten gaan managen hoe we de weinige middelen die we hebben zodanig te beheren dat die operatie blijvende en het blijft draaien. En u gaat zien dat we heel veel oplopende schulden hebben, dat crediteuren die we moesten betalen misschien 1 miljoen SRD, dat we met hun praten, dat we niet zoveel kunnen betalen, dat er een schuldpositie daar wordt gebouwd en dat we dan focussen op 1. De personeelskosten, de verzekeringen van de mensen, de chemicaliën die je nodig hebt om je operatie te draaien en op die manier hebben we geprobeerd om dat draaiende te houden. We zijn begonnen met een tekort van zeker 68 miljoen op maandbasis. Dat tekort is er nog. We zitten nu bij de 32 miljoen en iedere keer wordt het steeds minder en de tarieven die verhoogd moeten worden, moeten gaan naar die 41 SRD, die 81 zijn, die stijgt met elke maand met 1 SRD. We zitten nu bij de 23 nog. 23 SRD voor de normale huishoudens. En de normale huishoudens, die consumeren zeker 80% van het product dat we distribueren. En daar staan we als organisatie. Dus met passen en meten proberen we dan de organisatie draaiende te houden. En we geloven dat aan het einde van de rit, als er
geen nieuwe ontwikkeling zijn qua koers, dat we toch wel als organisatie goed ervoor staan. Ten aanzien? Ja. U heeft het over 68 miljoen schuld. Geen 68 miljoen schuld, 68 miljoen tekort. Op maandbasis. Had u op maandbasis. En wat ligt het aan de overheid, aan de aandeelhouder, zoals u het netjes noemt, of aan mismanagement van SWM? SWM heeft geen mismanagement. Alles gaat goed op dat gebied. Ja, ja, alles gaat goed op dat gebied. Wat er is, je hebt een product en ik ga het in een taal zeggen waar u me kan begrijpen. Het kost jou 10 SRD om dit te maken en je verkoopt het voor 2 SRD. Dat betekent je 8 SRD je van ergens moet halen en je haalt dat en je haalt dat niet. Betekent dat die 2 SRD die je krijgt, ga je zodanig match managen dat je toch wel dit kan produceren. En andere zaken gaan moeten, dat praat over de crediteuren, die wij als organisatie moeten betalen. Je hebt ook nog een ander probleem die speelt. Dat zijn de waterrekeningen die betaald moeten worden. Vanuit de overheid zitten we nu met een openstaande waterrekening van zeker hoeveel miljoen? 31, 32 miljoen. We zitten nu op de 32, gaan richting 33 miljoen. En een ander probleem, SRD, en een ander probleem dat je hebt, is dat de tehuizen, sociale instellingen, die afhankelijk zijn van subsidie van de overheid, niet voor dat water kunnen betalen. Crisis is hier als getuige, de mensen komen zitten huilen hier voor je. En je kan niet zeggen als organisatie dat je de mensen gaat afsluiten, omdat je ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt. En water is een mensenrecht, waardoor je daar ook als organisatie eigenlijk verliest. Je hebt ook andere bedrijven, dat praat over overheidsbedrijven, die zelf ook de waterrekeningen niet kunnen betalen, waardoor er regelingen met ons is getroffen, waarbij er een schuldpositie, waarbij ze een schuldpositie hebben bij ons. En op die manier proberen we die organisatie te draaien. Ik denk dat ik, is het duidelijk? Ja. En ten aanzien van CDB, dat van die leningen, die waren sedert in 2018, waren die projecten geïnitieerd. We praten over AFD, IDB en CDB. Maar door COVID waren al die dingen on hold. En nu pas komen ze los. De eerste die is losgekomen, dat is IDB. En nu gaan we dan richting AFD en CDB. Maar het zijn bestaande financieringsbronnen die al helemaal rond waren. Maar om een of andere reden waren ze on hold gezet. Wat was die andere vraag? Nee, dat dus die leningen die kwamen al voor in de country strategy papers van de verschillende banken. Dus ze waren al opgenomen, alleen waren ze niet uitgevoerd. Maar ik wil ook benadrukken dat die feasibility die was uitgevoerd, dat een schenking was. Dus is een schenking eerst gegeven om een studie te doen, waarbij men al rekening had gehouden mee dat er een lening daarop zou kunnen komen. Vervolglening voor de financiering van bouw van de grotere werken voor CDB wordt gekeken naar een Green Climate Fund, dus een klimaatfonds. En daar zijn weer andere voorwaarden aan gekoppeld. En er waren nog meer vragen? Er waren vragen over asbest. Oh ja, asbest, cement. En SWM heeft de expertise om die te vervangen. Om te werken aan asbestcementbuizen, want we vervangen ze niet. Die asbestbuizen worden gewoon in de grond gelaten, omdat als je ze gaat weghalen, dat je dan het ergens moet opbergen. En het beste is om het daar te laten. De mensen die werken aan asbestcementbuizen hebben een training gevolgd. En die hebben ook een aparte verzekering. Welke was die andere vraag? Nou, dat wordt aangepakt. Op diverse gebieden is men al bezig met de onderhoudswerkzaamheden. Hoe lang is er achterstallig onderhoud? Het achterstallig onderhoud is vanaf voor COVID. Vanaf voor COVID. En als ik als burger inzage zou willen hebben, transparant beleid, heeft u daarvan? Hoeveel kosten de materialen? Waar heeft u die ingekocht? Is dat zoiets of bestaat het? Ja, ja. Ja? Die prijzen van die materialen kunt u vinden bij Kudi, Sinki, Mar, Trumoto. Zolang u naar daar gaat, gaan die mannen daar u die dingen geven. Als u internationaal gaat, u kijkt naar producten die we gebruiken.
die gecertificeerd zijn, Kiwa, en dan kunt u die prijzen zien. Dat is gewoon transparant. Als iemand bijvoorbeeld een aanvraag doet voor een aansluiting, krijgt die persoon een bepaald bedrag geoffereerd en dan die persoon vraagt naar een detailbegroting, dat wordt ook altijd gegeven aan de mensen. Dank je. Ja. Zijn er nog vragen? Nee, maar dan. Ja. Vanmorgen weer gebeld, dat was een paar maanden terug. Oh ja, Vanessa Emanuel was een RIP. Dit keer was het van. Arde Vanessa. Dit keer kwam het van Basha van Dun uit Pamaka met de klacht dat er geen drinkwater is. En dat was vorig jaar al zo, eerder dit jaar. Dus mijn vraag is: heeft SWM daar ook systeem in place? En zo ja, wat is er precies aan de hand? Dus conform de statuten van SWM moeten we de drinkwatervoorziening landelijk in het doen. Maar natuurlijk is het verdeeld. Een deel doet dienstwatervoorziening en een deel doet SWM. Maar we trekken samen op. Waar dienstwatervoorziening tekort schiet, ondersteunt SWM. Dat wat u gezegd heeft van het Pamaka-gebied. De kapitein in de. Dat was, ik denk, afgelopen vrijdag zat de kapitein bij de VP en zei, we hebben een telefonisch gesprek gehad waarbij hij vraagt om hulp. En we hebben aangegeven dat we dan met de minister van Natuurlijke Hulpbronnen gaan zitten om te kijken hoe we dat probleem kunnen aanpakken. De vragen die ik toen heb gesteld, als er gebieden zijn waar er bronnen geboord kunnen worden, of praat men over oppervlaktewater. En als er oppervlaktewater is, moeten we kijken hoe we die installatie daar kunnen plaatsen. Maar natuurlijk, voor ons als organisatie, wanneer we iets opstellen, moet het duurzaam zijn. En meestal duurzaam gaat gepaard met het betalen. En meestal in die gebieden is het heel moeilijk in. Dus natuurlijk moeten we daar met in haast zitten om te kijken hoe we dat probleem kunnen aanpakken. In het verlengde van wat u zegt hebben we ook gesproken met de kapitein van Driepada. Want nu zien ze dat de droge tijd aanbreekt. En daarvoor hebben we ook gepland dat we in de komende 3 weken een systeem gaan neerzetten. Dat zij dan in die periode van de droge tijd gaan voorzien van drinkwater. Omdat we daar een treatmentplant moeten opzetten. Die bron is al geboord. Die testen zijn al gedaan, maar de verschillende componenten die nodig zijn om die treatmentplan daar te bouwen zijn nog niet compleet verzameld. Maar voor een tijdelijke oplossing naar de mensen toe zullen we dat zo voorzien vanuit Brokopondo Centrum. Ja, laatste vraag. Yes. Zullen we wat aan die samenleving willen zeggen? Want de tendens in die samenleving is, we paaien, om een mooi niet drinkwater, toch als dat niet ook op. Ik denk dat het handig is dat mensen, althans voor mij geldt dat, ja, om te gaan begrijpen, hoe werkt het dan? Waarom betalen we zoveel? En we zien het eigenlijk niet druk, want ik heb lage druk. Wat zou je willen zeggen aan die samenleving, zodat we kunnen begrijpen wat dat ding eigenlijk is, dat ding? Nou, wat doen we? Wat er aan de hand. Wat we zullen zeggen aan de samenleving is wat we altijd zeggen. Wees zuinig met drinkwater. En dan geloven we zeer zeker dat als ieder zuinig is, dat toch wel ieder de toegang krijgt tot drinkwater. En natuurlijk zijn we bezig. De samenleving betaalt niet zomaar. We zijn bezig als organisatie. En in de komende periode zullen de verbeteringen duidelijk zichtbaar zijn. Even aanvullend, sorry, Amanda Paris van G-News. U geeft aan, dus dat, wat ik ook heb begrepen, is dat er heel veel de vraag, veel meer huishoudens sluiten zich aan. Er moeten investeringen gedaan worden aan het waternetwerk. Kan de SPM dat nu wel aan? Want als er veel meer huishoudens aan zich aansluiten en jullie moeten naast op zoek gaan naar middelen om jullie waternetwerk uit te breiden en te vernieuwen. Hoe gaat u daar weer om? Nou, natuurlijk zeg ik dat we een strategisch plan hebben gemaakt. We hebben rekening gehouden met al dat soort dingen. En ook rekening met de ontwikkeling van oil en gas. Dat
diverse districten die nu voorzien gaan worden van drinkwater, daar praten we over Komowene die in een groei is. En Saramaka hebben ook rekening mee gehouden in dat strategisch plan dat wanneer we die investeringen plegen in Paramaribo, dat we het zodanig doen dat we dat extra water ook naar die gebieden kunnen brengen. Dus er is toch wel rekening mee gehouden. Ik zou zeggen, laten we het strategisch plan afwachten. En dat wordt gepubliceerd. Er komt de publieke versie en daar kunnen de burgers of de Surinaamse gemeenschap daarin in kijken. U heeft aangegeven dus dat er een begroting is opgemaakt wat jullie allemaal nodig hebben. Er was een plan ingediend van $7 miljoen. Ja. Is dat nog steeds wat jullie nodig hebben of hebben jullie veel meer nodig? Die 7 miljoen was eigenlijk niet wat we nodig hadden, maar we hebben geknipt. Het was veel meer dan dat. Het was meer dan €16 miljoen. En vanuit de Raad van Commissarissen hebben ze ons gevraagd om te knippen. En zaken die we nog kunnen rekken, laten we die rekken. En zo zijn we gekomen op die €6,9 miljoen, dat gelijk is aan die $7 miljoen. Maar natuurlijk hebben we als organisatie blijven we niet zitten. We krijgen hulp van onze buitenlandse partners, omdat we vorig jaar al een paar pompen en hulpstukken hadden ontvangen van Water is Our World, die ook op diverse gebieden zijn geïnstalleerd. Die pompen die we hebben gehad, hebben we ook geïnstalleerd op leiding 9A. De testen gedaan, maar het heeft niet de gewenste resultaat geleverd. En we werken gewoon door. Heel binnenkort ga ik weer naar Nederland om te praten met die bedrijven daar voor hulp. En ik geloof zeer zeker dat ze een hulp gaan bieden aan ons. We zijn, zoals in mevrouw Groeneveld het heeft gezegd, dat we bezig zijn, en mevrouw Ashwini, dat we bezig zijn met die bedrijven voor ondersteuning en zijn samenwerking. Als jullie eerder waren gekomen, zou je die blanke heren zien die hier zijn. Voor ondersteuning, we zijn bezig het lab te accrediteren. En uiteindelijk moet het een apart bedrijf geworden, een dochteronderneming van SWM. Omdat we meer willen focussen op die ontwikkeling die komt van oil en gas. Maar doordat het lab geaccrediteerd wordt, wordt het enige binnen de Caribische regio en alle samples die nu wordt gestuurd naar Europa. Die samples kunnen dan gestuurd worden naar ons als in een geaccrediteerde lab en de waterleidingbedrijven in de omgeving, dat praat over GWI van Guyana en het waterleidingbedrijf van Frans-Guyana, denk ik zeer zeker dat ze ook hun diensten van ons willen hebben als geaccrediteerde lab. Zou ik geen vraag meer zijn? Wil ik afsluiten? Ik wil u natuurlijk bedanken dat u ondanks wat toch gewoon die gebieden aan de uitnodiging. Ook een team, directie, bedankt. Okay. En als u behoefte heeft aan een interview met de functionarissen, dan kunt u dat. Mag u dat nu aangeven? En dan zullen we ons af en dan kunt u interviewen. Yes, thank you. Yes. Directeur, ik had een verzoek aan CWA deelname voor u gestuurd. Ja, ik moet het tekenen. Nee, ik heb het nog niet getekend. Ik heb het teruggestuurd. Omdat Linger heeft aangegeven dat er 17.000 beschikbaar is. Maar ik zie in dit van jullie 21.000. Ik heb onvoorzien opgenomen en ik denk dat het geld die gaat komen is veel meer. Daar ligt het verschil in. Dus ik kan het tekenen? IDB geeft al geld. Oké.